Goedemiddag. Je hebt van die ochtenden, gaat de weg om 6:30, het is nog echt erg extreem vroeg. En dan moet ik ontdekken bij een klant zijn, opdracht geven, waar ik een hele ochtend lang een team moet gaan adviseren en enthousiasmeren over hun social media traject. Nou, dat moet ik grondig voorbereiden natuurlijk en dat vereist ook een pakkende presentatie. Tot zover niks bijzonders, alleen in mijn geval denk ik dat meer. Want ik val in de categorie alleenstaande moeder met een eigen bedrijf. En dat betekent dus nog veel meer. Dat betekent dat ik op tijd met mijn dochters de deur uit moet gaan. Ze moeten gekleed zijn, ze moeten gevoed zijn. Ze moeten een 10-uurtje hebben, dat uiteraard verantwoord is. Met een beetje pech hebben ze al begin, dus ik moet een gymklas zoeken ergens in een of andere hoek van het huis. Daarnaast moet ik mijn laptop hebben, ik moet mijn spullen hebben. Ik heb een telefoon die opgeladen is, want ik moet zitten in de trein, dat is logisch. En dan is het 7:45 en dan ga ik de deur uit en dan ben ik eigenlijk al dom. En dan denk ik, oh jee, hoe doen andere moeders dat? Ben ik nou de enige die dat zo chaotisch vindt? Kan ik gewoon een baantje zoeken, een simpel kantoorbaantje, dat ik om 3:15 gewoon thuis zit, sereen, en met thee en koekjes en mijn kinderen verwelkom. Maar dan sta ik bij mijn klant en dan begin ik mijn verhaal. En dan merk ik aan de mensen tegen wie ik het vertel, dat ze inderdaad enthousiast raken, dat ze zelfs geïnspireerd raken, dat hoor ik dan van hen. En dan begint mijn bloed te stromen, dan denk ik, ja, ik kom in de flow, dit is wat ik echt leuk vind. Ik ben aan het uitleggen, ik merk dat mensen het aannemen van me en het geeft gewoon een enorme kick. Dus dat is eigenlijk hoe ik wil leven, dat is mijn manier hoe ik mijn leven wil indelen en dat betekent heel vaak stress. En dat betekent heel vaak een huishouden van Jan Steen. Dat betekent heel vaak dochters die met ontplofte kapsels naar school gaan. En soms wel eens met verkeerde sokken. Dat betekent ook wel eens 80 kilo stapel was op de vloer. Net zoals de Mira Alice dat heeft. Maar bij mij lopen privé en zakelijk ook heel erg door elkaar. Als ik op school ben, dan netwerk ik. Als ik een zakelijk event heb, dan neem ik mijn kinderen wel eens mee, zoals nu. Mijn werk vind ik fantastisch, want het geeft mij, het brengt me in contact met leuke mensen, inspirerende mensen, het brengt me op inspirerende plekken. En nu sta ik dus hier op TEDx Women, ik ben hiervan gevraagd en het is echt fantastisch. Maar goed, ik had dus inderdaad een oppasprobleem, dus ik heb mijn kinderen die er niet zijn meegenomen. En ja, zo werkt dat, het gaat over de mix. En het kost als vrouw heel veel energie en tijd om alle rollen te vervullen die je hebt. Je bent een moeder, je wilt je kinderen liefdevol begeleiden. Je bent ondernemers, je wilt jezelf ontwikkelen, je wilt naar een volgend niveau toe. Je hebt vriendinnen, die moet je ook onderhouden, die relaties, want het kan niet altijd van één kant komen. Dat kost vreselijk veel tijd, maar het geeft ook heel veel energie. En ik heb geleerd dat ik dat red, omdat ik dat wat ik doe vind ik leuk. Ik werk niet om te leven, maar ik leef terwijl ik werk. Het brengt me heel veel energie. Het is gewoon heel erg fijn om te doen. Die energie kan je alleen maar opbrengen als je flexibel bent. Je moet dingen soms loslaten. Je moet er ook een humor van inzien. Dat is eigenlijk in elke situatie kun je humor vinden als je het alleen maar ziet. En daarnaast vind ik de manier waarop ik nu leef, alles loopt door elkaar heen, vind ik een hele prettige levenswijze. Het is zoals ik ben. Ik ben privé en zakelijk zoals ik ben. En ik ben Fatima Vos. Dank u wel.